South by Southwest 2019. De eerste dag. We zijn net aangekomen. Het is nog vroeg in de ochtend. We gaan eens even kijken hoe de mannen het maken. Nou, daar zitten ze hoor. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Austin voor de 10e keer. Michiel Buitelaar. 12e, 20e, maakt niet uit. Nee, iets in orde van 10, maar ik tel niet. Het is nog vroeg in de ochtend, wat ben je aan het doen? Nou, zo vroeg is het niet, want ik werd 3 uur geleden werden we al wakker. Ik werd wakker van de koffiegeur die de heer Blom hier verzorgt. Dat is zijn rol. En sindsdien zitten we wat te keutelen en te plannen. Wat gaan we vandaag doen? En ook moeten straks inschrijven voor de voorgangspassen voor morgenochtend. Dus dat we moeten ook alweer over voor morgen plannen. Ja, er verandert hier elk jaar wat, Michiel Bergen. Dit jaar zijn de procedures weer veranderd en de voorrangspassen. En is er nou een hoop werk om je allemaal weer voor te bereiden? Nou, het is toch, ja, dat maakt inderdaad een hele dimensie, komt er weer bij. Ja. Niet alleen moet je gaan plannen wat wil ik nu gaan doen vandaag, maar om 9 uur moet je je laten inschrijven voor morgen. Dus je moet je schema een stuk eerder weer helemaal definitief hebben. Ja, goed. Dingen veranderen wel eens, hè? Dat is lastig, hè? Ja. We hebben nu ook een tafel. Dat is wel een goede verandering. Want dat was vorig jaar was dat nog niet zo. Maar jullie, ik moet eigenlijk wij zeggen, want ik hoor er natuurlijk ook bij. Het is wel die formule van met z'n vieren zo 's ochtends aan de ontbijttafel. Dat zie ik nog niet echt veel veranderen. Nee, maar dat is toch ook gewoon goed. We houden er helemaal niet van verandering. Dat is toch gewoon fijn. Wat zeg jij? Wij zijn niet veranderingsgezind. Die leeftijd hebben we achter ons gelaten. Toen we hier aankwamen, blijkt dat we op enkele minuten na exact dezelfde tour hebben gemaakt per auto naar hier. En ook bij dezelfde benzinestation zijn we gestopt. Hebben we dezelfde artikelen gekocht. En jij hebt weer daar een foto gemaakt van iets wat daar op het raam stond, net als vorig jaar. De vriendin van de heer Berger merkte op, dat was best pijnlijk, dat hij vorig jaar haar op dezelfde moment ook exact dezelfde appbericht heeft gestuurd. En dat heeft ze nu weer gedaan. Dus dat is hun relatie. Die zit ook gewoon in een oneindige repeat loop. En zit er ook veel herhaling in de inhoud, Michiel, het programma? Nee, dat valt wel mee. Er zijn een paar thema's die blijven terugkeren. AI, maar dat zit ook wel weer deels in een ander licht volgens mij. En zo zijn er nog een paar. Nee, ik geloof dat er wel enige. Er zit wel wat evolutie in. Ja, vind ik ook. AI, dat was vorig jaar nog heel erg van. Moet je kijken wat het kan. Het is zo slim wat we allemaal kunnen tegenwoordig. En nu gaat het heel veel gaat over bias, problemen en over de menselijke kant ervan. Ik hoorde vanochtend al wel weer allemaal discussies over het programma en wat er belangrijk is en wat niet. Wat valt jou nou op? We zijn nog helemaal niet geweest, hè? Dus nee. We gaan vandaag pas de eerste indrukken opdoen. Maar wat valt je op? Nou ja, wel inderdaad dat er heel veel wordt gekeken naar de menselijke gevolgen. Wat voor. Dat was 2 jaar geleden ging het over AI en dat was dan. Dat we nu met beeldherkenning allemaal mooie dingen kunnen gaan doen. Maar nu gaat het over. De fight against face scanning surveillance. Ja, dat is toch. Dat vind ik toch ook wel heel erg interessant. Dat die beweging, die is echt heel duidelijk aanwezig. Ja. Erwin, jij ook weer vroeg wakker, zag ik. Wat zit jij nou te doen? Ja, weet je wat? Dan denk ik, ik mag nu nog niet een berichtje gaan plaatsen. Dan kan ik rond 6 tegen mensen zeggen, ik ben nu wakker. Maar ik was al 4:30 natuurlijk al gewoon wakker. Ik zat net eventjes cool te doen alsof ik nog lag te slapen. Nee, ja, dat is natuurlijk. De tijdverschil is 7 uur. Hè? Dus als ik nu op mijn Nederlandse tijd kijk, is het 4:50 in Nederland. Smiddags. Smiddags, ja. En hier dus 9:50. Dus dat verschil is gigantisch. En dat ook al ben je heel erg moe en je hier aankomt, ja, dat is natuurlijk. Daar is je lijf niet meteen aan gewend. Dus dat wil veel eerder op de dag dingen gaan doen dan goed voor je is. Ik zag allemaal gemopper, of ik hoorde vanochtend dan weer allemaal gemopper over de app van het festival. Wat heb jij nog wat te mopperen ook?
Nou, dat vind ik, daar kan ik me hooguit bij aansluiten. Ik heb een heel simpel dingetje. Wat je doet is, hè, want voor wie dit voor het eerst hoort, soms zijn er wel tientallen sessies tegelijk. En er zitten allerlei dingen bij die interessant lijken. Want sommige mensen zijn heel goed in het beschrijven van het wervend beschrijven van een panel wat dan later tegenvalt. Dus je maakt eerst een eerste selectie. Dan zet je overal een favorite bij. En ik wil eigenlijk, het enige wat ik wil is dat ik dan nog een keertje extra kan favoren. Dus groen is een eerste selectie. Dan wil ik rood kunnen maken waar ik naartoe ga. Zodat als ik er niet in kom, ik dan mijn totale selectie nog weer eventjes bij me heb. Is het toevallig dat ik een gitaar in het shot heb? Nou ja, dat is... Ja. Ja, zeg daar maar eens wat op. Zeg iets over je dochter. Ja. Er is een trotse vader. Ja, het is voor mij een extra bijzondere editie. Want dit is voor mijzelf de 12e stekelwijzer. Dankjewel Michiel Buitelaar voor deze toevoeging. Ja, voor het bruggetje. Sommige bruggetjes moet je toch niet hoeven inkoppen. 12e editie. Wij gingen samen altijd eerst naar, en met Michiel Berger ook, eerst naar het digitale stuk. En we zijn het eigenlijk steeds meer aan het oplengen. Want na het digitale stuk begint het muziekgedeelte. En dan komen er 1500 bands hier optreden. En dit jaar, extra speciaal, treden mijn kinderen hier ook 4 of 5 keer. Vijf keer op. Dus hoewel die gitaar daar niks mee te maken heeft, komen zij hier zondag aan en gaan zij dus voor het eerst hun eerste reis naar Amerika meemaken. Ja, toch spannend. Welke, ja, geweldig. Welke sessie verheug jij op, Michiel, vandaag? Of verheugen is misschien een groot woord, maar waar, kijk je met interesse naar? Eigenlijk probeer ik een beetje op één plek te blijven en dan een hele reeks aan dingen te gaan bekijken over AI. Welke plek is dat? Dat is de allemaal AI? Ja, even focus dagje. Dat gaat over de Robin Hood Regulation to Free Us from Big Tech. Dat is mogelijk interessant. Dit is een hele mooie. Dat gaat over hoe lang de geschiedenis al bestaat van AI. Dus, en morgen... Apollo 50 jaar, daar ga ik om 9 uur zo'n voorgangspas voor vragen. Want dat space is nog steeds natuurlijk ook een... Ja, veel ruimtevaart in het programma, hè? Zeker, ja. Hoe komt dat? Door die 50 jaar Apollo? Of is Elon Musk met zijn raketten? Of wat is het? Ja, het is eigenlijk... Ieder jaar is er wel iets. Een paar jaar geleden ging het heel erg over die... was een hele reeks ook over planetaire ontdekkingen. En heb ik nog een selfie gemaakt met een Marsvrouw die naar Mars zou gaan. Dus space is toch wel een themaatje hier. En Michiel Buitelaar, heb jij nog wat toe te voegen of te mopperen? Wow. Of? Ja, mopperen kan altijd, maar dat komt nog. Wat mij erg aardig lijkt, is vandaag weer een sessie van de CIA. Ik ben daar wel eens eerder naartoe geweest. Vandaag gaat het over creatief denken bij de CIA. Ik heb eerder sessies van de CIA meegemaakt en ook van DARPA. En er zijn ook wat militaire sessies. Ik ben gefascineerd. Sommige mensen door ruimtevaart, dat vind ik grotendeels onzin. Maar ik vind militaire innovatie is volgens mij heel belangrijk. Dat is mijn eerste sessie. Om 11 uur komt iemand uit het Amerikaanse leger vertellen hoe ze daar innoveren met gebruik van technologie. Dat is niet altijd leuk, maar het is inhoudelijk wel heel interessant. En die van de CIA, dat gaat dus over creatief denken. Dat heet Wombats en Wood Ducks. Dat vind ik een hele goede clickbait. En ik doe dat ook omdat ik elk jaar word ik lastiggevallen door mijn dochter en haar vrienden met de AIVD kerstquiz. Die is echt werkelijk onwaarschijnlijk moeilijk. Bij de eerste vraag raak ik al in een soort depressie. Maar ik hoop dat deze CIA-sessie mij enigszins daar overheen helpt. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne dag. Insgelijks.